Nee, er is zeker geen reden tot paniek. We zitten nog steeds in een normale situatie voor de tijd van het jaar. Ook al stijgt het water, we zullen de komende dagen zien dat het water nog ongeveer 2 meter stijgt. Het waterpeil staat in Nederland op 9,80 meter boven NAP. De verwachting is dat het maandag al tot 12 meter is gestegen, maar ook dat is geen reden voor paniek. Het kan wel zo zijn dat bij deze standen bepaalde uiterwaarden onder water zullen lopen, maar daar houdt Rijkswaterstaat rekening mee. En wat wij doen is dat we eigenlijk een waarschuwing afgeven aan de beheerders van die uiterwaarden. Die kunnen zelf op basis van de diepte of de laagte van die uiterwaarden bepalen of zij wel of niet een vee of andere maatregelen moeten nemen. Dus, De Rijn en de Maas worden beide gevormd door regenval. Deze regenval is ook de reden dat het waterpeil zo stijgt. Voor de scheepvaart heeft het juist voordelen, in tegenstelling tot de zomer, toen de boten juist lastig konden varen omdat het water zo laag stond. Ook als maandag het water stijgt, hebben de schepen er nog geen last van. Maar voor de rivieren in onze regio betekent dat het volgende. Nou, het water gaat stijgen, dus als de maan is een beetje naar 12 meter boven NAP bij Lobith. En om een beetje een context te plaatsen, vooral voor mensen die van Nijmegen wonen, is dat de Waalkade bijvoorbeeld in Nijmegen, die gaat dus met 14 meter boven NAP overstromen. En de Spiegelwaal bij Nijmegen, die gaat pas bij 12,5 meter echt meestromen. Dus en zover, zoals we nu op de korte termijn kunnen verwachten, gaat er dus dat in ieder geval de komende dagen nog niet gebeuren. We zitten nu op 9,80 meter boven NAP.